Foxpop, alle stemmen gelden, is vanaf nu te bezichtigen in de stadsetalage van het stadhuis. Deze tentoonstelling vertelt het verhaal over 100 jaar kiesrecht en de prominente rol die Deventer hierin vervulde. Al in 1906 werd hier een vereniging voor vrouwenkiesrecht opgericht. En later was er een grote bijeenkomst, heel frappant, op de bovenzaal in de hereniging. Kijk, de dames konden geen lid worden, maar de zalen werden wel verhuurd. Aletta Jacobs kwam naar Deventer en die vereniging voor vrouwenkiesrecht die heeft heel veel gedaan voor de invoering van het kiesrecht. En dan heb je altijd twee stromingen eigenlijk. De liberale stroming, waar Aletta Jacobs uit voortkwam, die hadden zoiets van ja, wij zijn werkende vrouwen, we betalen belasting, dus we hebben ook recht om te kiezen en gekozen te worden. En vanuit de arbeidersbeweging natuurlijk, hoe meer stemmen konden kiezen, hoe beter voor de arbeidersbeweging en de klassenstrijd. Dus dat kiesrecht dat er kwam voor vrouwen, dat gaf ze ook een podium om hun ideeën of idealen naar buiten uit te dragen. In 2019 is het 100 jaar geleden dat het algemeen kiesrecht werd ingevoerd. Kiesrecht voor mannen en vrouwen. Dat ging niet zonder slag en stoot en Deventer werd het decor voor de vele discussies, debatten en demonstraties. De tentoonstelling neemt je op een interactieve manier mee in de geschiedenis van democratie naar de tijd van nu. Nou, allereerst natuurlijk zijn we dank verschuldigd, zoals dat heet, aan Henri Marchand. Die woonde hier in het oudste steenhuis aan de Stroommarkt. Hij is degene geweest die de kieswet veranderd heeft, de algemeen kiesrecht. Er was natuurlijk alweer heel veel beweging begin vorige eeuw. Maar ja, de Eerste Wereldoorlog kwam erdoor. Er moest natuurlijk heel veel gekissemist worden tussen de arbeidersbeweging en de economische bond, wat later de Vrijheidsbond is geworden. Dus die Henri Marchand heeft gezorgd dat dat algemeen kiesrecht er kwam. Maar we hadden hier ook al heel vroeg in Deventer een aantal prominente dames die actief waren. Heleen Ankersmit, dochter van een textielfabrikant, werd lid van de SDAP en later ook werd ze communiste. Was een zeer strijdbare vrouw. Maar we hadden hier in Deventer ook een van de eerste vrouwelijke wethouders in een grote stad. Dat was Treintje Saunders Blauwboer. Ze werd al in 1927 wethouder hier in Deventer. Nou, zo heb je door de geschiedenis heen een aantal vrouwen die voor ons inspiratiebronnen en voorbeelden zijn, die een grote rol hebben gespeeld. Nou, en waarom dan deze tentoonstelling en extra aandacht ervoor? Omdat je daarmee vrouwen toch maar stimuleert en wilt inspireren van doe mee, want we zijn de helft van de bevolking, zelfs iets meer. En hier, ook hier in Deventer zijn maar 12 van de raadzetels, 12 vrouwen en 25 mannen. Dus er is nog een wereld te winnen. Volgens SPA is de politiek wel degelijk veranderd sinds er ook vrouwen deelnemen. Het lijkt mij beter en leuker geworden. Want je hoort nu ook de stemmen van een ander deel van de bevolking. Hoe goed mannen waarschijnlijk ook op zullen komen voor de algemene rechten en goed wonen en goed werk, zijn er toch altijd net die kleine punten die het voor vrouwen anders maken. En als ik dan kijk naar gelijk loon voor gelijk werk, pas in 1984 ingevoerd bij wet. Als ik kijk naar promotiekansen voor vrouwen, als ik kijk naar kinderopvang, als ik kijk naar geboorteregeling, Aletta Jacobs, als ik kijk naar seksualiteit, dan zijn het wel punten waar vrouwen echt specifiek aandacht voor hebben moeten vragen. Maar goed, dat is ook prima, daarvoor zitten ze er ook in. Een extra onderdeel van de expositie is de mogelijkheid om de vrouwenwandelroute te lopen door de binnenstad. Dat betekent dat je een wandeling door de binnenstad van de stad maakt en aanwijst waar bijvoorbeeld Heleen Ankersmit heeft gewoond, Meta Kluwer, Cor van der Meer van Kuffelen. Nou, noem maar op, al die vrouwen die een rol hebben gespeeld, of in het kiesrecht, of in de gezondheidszorg voor vrouwen. En ook om vrouwen bewust te maken dat de dingen niet maar zo gingen. De expositie is nog te bezichtigen tot 31 maart en gratis toegankelijk.